de openingsfilm is van Paul Verhoeven. En wij zijn heel erg benieuwd wat de toekomst van de film in de Caribbean is. Dus dat gaan we allemaal uitvinden vanavond. Wat ik ervan verwacht is dat ik heel veel films ga zien. En ik heb in de brochure al gezien dat er een aantal onwaarschijnlijk mooie films worden vertoond. Wat voor mij heel erg belangrijk is, is of er een verhaal wordt verteld wat me raakt. Paul Verhoeven en een team van filmexperts komen samen voor een baanbrekend nieuw project. 'S Werelds eerste user-generated film. It's a possibility to work with very talented people that I don't know anything about. So I'll meet them through the internet. En hij weet precies wat hij van de deelnemers verwacht. They are supposed to help me to continue a story that I start and that then is taken over by the public. Maar misschien is dit zo anders en verwachten ze het ook helemaal niet van mij, omdat het natuurlijk niet is geen science fiction, is ook geen Basic Instinct natuurlijk. Het is meer een lichte, niet eens komedie, het is een lichte karakterstudie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, maar heel speels. Nou, eerlijk gezegd hoop ik dat met het tonen van de film hier en de documentaire over hoe dit gaat, dat er mensen zijn die denken dat dat leuk is om dat te doen. En het hoeft natuurlijk niet alleen op Aruba of alleen Curaçao, maar je zou ook kunnen zeggen van we maken een Caribische versie ervan. Ik denk dat je het overal kan doen, maar je hebt een beetje een groep mensen nodig die mee willen doen enzovoort. Nou ja, in Nederland heb je 15 miljoen mensen. Dan vind je er wel 30, 40.000 die meer willen. Hier heb je misschien 100.000 mensen. Dus dan heb je een kleinere groep. Dus dat is misschien iets meer dat je zelf moet interfereren. Maar ik denk dat als het zou willen en het geld is beschikbaar, want het kost natuurlijk geld, en dan kan het, ja, tuurlijk, absoluut. Er zijn hier volgens mij heel veel jongeren die heel graag films maken en ouderen misschien ook wel, of willen acteren. Ik bedoel, in Nederland kwamen er 2500 mensen naar de castings toe om mee te mogen doen en zo. En die hebben elkaar ook weer allemaal gevonden in film maken, dus ik zou het heel graag hier doen. Ja, ja, ik ben zelf begonnen met vriendjes en vriendinnetjes om films te maken toen ik 20 was. En dat kan nu eigenlijk nog veel beter, want ik bedoel, die apparatuur kost en het film kost niks meer natuurlijk niet. Het is allemaal elektronisch. Maar met projecten zoals dit, en er zijn er echt heel veel in de wereld nu, denk ik dat dat mogelijkheden geeft om jezelf te laten zien en anderen je te laten ontdekken. En dat is eigenlijk wel het mooie van de entertainment experience. Ik vond het echt emotioneel, mag ik eerlijk zeggen, want het was een jaar, echt een moeilijk jaar voor ons. En om op voet te komen met Paul Verhoeven, dat doe je niet zomaar. Well, I thought it was just a fantastic, innovative film. It was wonderful to see it as a documentary and how it came together. And the excitement as you finally got to see the finished product. It's a wonderful idea. And you know, working with the audience to create the ending of the film, or actually most of the film. And I hope he comes and does this in the United States. I would be in it.